Toen nu Jezus geboren werd te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Tot zover deze woorden, de eerste twee versen van het boek Matthäus in het Nieuw Testament. Mijn naam is dominee Michael Persoud van de Evangelische Broedergemeente. En ik maak dankbaar gebruik van de gelegenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Religieuze Aangelegenheden, die ons de gelegenheid geeft om u het een en ander te vertellen van het kerstfeest. Het is opvallend hoeveel mensen in deze tijd van kerst zich afvragen of de ware betekenis van kerst nog overeind staat. Wij zien in de wereld allerlei dingen die gebeuren, met name de commercie, maar ook de drinkgelagen en de uitbundige feesten. En op zich denk ik dat het geen probleem hoeft te zijn als we een wijntje gebruiken en als we eten gebruiken en als we een cadeau aan elkaar geven en goede wensen aan elkaar geven. Maar het lijkt erop alsof de betekenis, de diepere gedachte van kerst, verloren is gegaan. Zelfs mensen van de gemeente, niet lang geleden heb ik een online bijbelstudie gehad, en er waren een heleboel mensen die zich bezorgd maakten over het vervagen of vervliegen van de ware betekenis van kerst. Ik wil u daarom helpen daarmee om vanuit de eerste versen van Matthäus 2 het volgende te vertellen. We zien in Matthäus 2, mensen die geschoold waren, mensen die de sterren konden navigeren, mensen die wisten waar ze naartoe konden, dankzij de sterren aan de hemel. Wij zien dat die wijze mannen op weg zijn naar Jeruzalem, omdat ze de ster van Jezus hebben gezien, omdat ze de ster van de koning der Joden, zo hebben ze dat gezegd, gezien. En wie is die koning der Joden? Volgens de Bijbel is hij de Heer der Heerscharen. Hij is de Heer van de hemelse en de aardse situatie waarin wij leven. Hij kwam in de donkerheid van de wereld om licht te geven aan de wereld. In principe vieren we dus het feit dat de duisternis overwonnen wordt door het licht, namelijk Jezus Christus. En deze tekst vertelt ons verder dat koning Herodes en alle schriftgeleerden ook gaan zoeken naar de ware betekenis. Ook gaan kijken naar de bron van het kerstfeest. Toen de tijd werd het geen kerstfeest genoemd natuurlijk. Het kerstfeest heeft zijn eigen naam en beslag gekregen later in de kerkgeschiedenis. Maar zij zochten naar de koning der Joden. Willen wij de juiste en de ware betekenis van Jezus Christus voor de wereld kennen, dan zullen wij ook als de wijzen uit het oosten richting de boeken moeten gaan, richting het woord moeten gaan. En als we richting het woord gaan, dan beloof ik u en garandeer ik u dat de betekenis daaruit zal voortvloeien. Wij hebben dan daarom ook de verantwoordelijkheid om deze boodschap de wereld in te sturen. Maar ook de verantwoordelijkheid om helderheid te brengen te midden van die woelige wereld. Want in de adventtijd verwachten wij dat Jezus Christus terugkomt om de aarde te richten in rechtvaardigheid. Kerst is dus de overwinning van het goede op het kwade. Kerst is dus de periode waarin wij ons rejuveneten, de gedachte dat Christus Jezus voor ons naar de aarde is gekomen. Kerst is de periode van liefde en licht. Ik wens u daarom ook een gezegende adventsperiode en een goede kerstnachtdienst en kerstdag voor de christenen, maar voor heel Suriname wens ik u
een gezegende kerstfeest. Dat allen het licht en de liefde van Christus Jezus zullen en mogen ervaren. Tot de volgende keer. Ik wens u een gezegende tijd. Amen.